Ja. Natuurlijk Fishy hier weer. En vandaag weer een nieuwe Road to Commander. Hier op MB3. Morgen krijgen jullie trouwens een Black Ops 1 deel. En ook een nieuwe Dagman uit. Hartstikke leuk. Ik heb even de G36-7 aangemaakt. Is wel zo leuk. Ik speel met Assault, zoals je kunt zien. En ik heb een Scorpion nu erop gezet natuurlijk voor de challenges. Ik zal deze moet ik trouwens nog veranderen. Goed dat ik er nu even aan denk. Blind Eye Assassin. En Stalker Pro. Nou, dan zal ik Sitrep even opzetten. En dan moet ik wel even kijken. Zo te zien moet ik eventjes een perk veranderen nog. Perk Strike Package Specialist Perks namelijk. Hardline laatste. Sleight of Hand. En dan Scavenger, toch? Ja, Scavenger. Want het is mijn stealthy-klasse. Dus ik heb de G36C van hartstikke lekker wapen. Alleen het begin natuurlijk is een drama met... hoe heet ik weer? Oh nee, ik ga dat niet doen. Even Mapex uit. Het begin is natuurlijk een drama met die Iron Sight. Die vind ik echt helemaal niks. Van die G36C. Ik heb wel molens meegehaald trouwens. Ook G36-2 heb ik er meegehaald. Best leuk. Nou, Village. G36C, moi. Nou, voor Village kan wel. Ik hoop niet dat het heel ver is, anders maak ik het potje even af natuurlijk en dan doe ik het potje erop ook. Oh, nou, prima natuurlijk. We beginnen gewoon het potje. Nou, helemaal perfect. Even goed gaan zitten. Hé, nou, is dat ook in het begin altijd, dat is altijd leuk in het begin. Hier gaan we naar. Daar gaan we. Heb ik er? Nee, ik heb geen kill. Jammer. Wat een wapen is dit, jongen. Het is een heerlijk wapen. Wauw. Oh. Dat is mijn fout. Oh, zit er eentje weer achter te snipen, natuurlijk. Kom op, nou. Snipen blijft niet leuk. Oh! What the fuck? Wauw. Wat deden ze allemaal in het midden? Oké, dat is niet zo heel handig. Oké, even weggaan. Kijk wel eens, denk ik. Klotezooi, die doodgaan. Wat zitten ze nou bij elkaar? Is de clan of zo? Dat kan toch niet anders? Zijn ze met elkaar aan het kutten of zo? Nee, ze zitten gewoon bij elkaar. What the fuck? Oké, nou dan doe je dat toch? Eentje daar. Die overleeft het toch wel nu? Ja, ook dood. Lekker hoor. Hey, mijn wapen is natuurlijk geleveld. Dat is altijd zo lekker. Vooral aan het begin. Die van mijn stun grenades, want er zitten ook allemaal challenges op. En het is wel zo nice als ik... door de muur heen sprayen voor life. Yes. En mijn predator. Kom maar naar buiten. Ik zag er toch twee lopen. Ik word gek van die UAV's. Alweer. Oh, maar die. En die is. Wat zijn deze gasten aan het doen? Wat? What the fuck? Oh, lekker. Gaan we zelf stunnen. Yep, ik ga mezelf stunnen. Lol. 6 assist dat trouwens. Weer een predator. Kijk, dat is wel mooi. Oh, wat een camper, man. Dit. Wat zijn ze aan het doen, deze gast in de hoekjes? En die gaat boven op de berg. We gaan even kijken of ze kunnen killen. Oh. Ach, jongen. Wat zijn ze aan het doen allemaal, die gasten daar binnen? Het staat helemaal nergens op. Even kijken. Enemy UAV identified. If I
Deze auto gaat ontploffen, wou ik net zeggen. Oké, lekker. Oh, oh, oh. What the fuck? Javelin. Wat zijn deze allemaal kutten? Die zijn echt totaal niet voor de overwinning aan het gaan, die gasten. Maar ja. Deze gasten zijn normaal gesproken wel voor een Moab vatbaar, hoor. Nou. Dat is één. Jezus. Zal waarschijnlijk wel weer een beetje levelen. Yep, daar zit hij. Kijk, daar zit hij. Hitmarker. Oh, oh. En die komt op mij. Ah, kom op, wegwezen. God, kleren, nog gekild. Tjonge, jongen. Nou, in ieder geval B. Dat is wel het belangrijkste, eigenlijk, van alles. Oh, oh, oh. Faal. Mijn Semtex ging een beetje raar. Dat is echt zo kut met die G36C. Die Iron Sight daarvan is echt een verschrikkelijke drama. What the fuck? Kom op nou, jongens. Ja, ik ga van nu naar stealthy klasse. Het is te veel shit, krijgen we tegen. En deze kan ik wel pakken trouwens. Waarom niet? Zo. Het zou wel zijn als er een UAV een nep dingetje zit. Even kijken of we... Even kijken hoor. Kom maar op. Ja, we stunt. Assassin. Oké. Okay. Kut reapers altijd. B. Ga even naar B toe. Zo. En. Oh, nice. Triple kill. Weer een assist. Oh, oh, oh. Fucking hell, zeg. We worden geflankt, jongens. En dat kon ik al van tevoren uitstippelen. Er zit er eentje in het huisje. Oh. Eentje in het huisje, yes. En... En die pakken we ook bij. Die ook. Nou, kom op. What the fuck? Ouwe. Trillen van het beeld. 10 assist ook trouwens. What the fuck? Oh. Hey. Nou. Waar zitten we? Zitten. What the fuck? Dan ging ze dan niet dood door die Semtex. Twee keer gestunt, heb je al een klein beetje damage krijg je ervan hoor. Je krijgt een klein beetje damage van. Niet heel veel, maar toch. Semtex erop en dan had ik toch wel dood kunnen zijn, vind ik. En stealthbomber. Nou, dan krijg ik een multikill hoor, dat kan niet anders. En binnen, naar binnen, naar binnen, 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 binnen. En toch nog dood. Oh, lekker gespawn trouwens. Kom maar. Jezus, mensen zijn alleen maar bezig met die... Oh, met die dingen.
Even kijken. Oh! Session Boy is daar. En even kijken. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar met je kopje. Kom maar met je kopje. Durven. Kom op, durf naar me toe te komen. What the fuck. Nou. In ieder geval. Oh, dat is ook als. Wat is dit dan weer? AGM. En een H130. Nou. Nou. Ging best redelijk. Dat is niet het allerbeste potje natuurlijk, maar ja. Je ziet het, met 2900 punten ben ik MVP met 500 punten verschil. Gewoon. Ze doen helemaal niks. Ook bij me niet hoor. Kijk maar hier, die stats. En hier, die 822. 430 bij de tegenpartij. Ja, dan gaat je ratio niet van omhoog, hè? Dan gaat je ratio, denk ik wel, van naar beneden. Tenminste, de mijne wel. 1.448. Ja, dat zal om naar wij dezelfde stats zijn wat ik nu gehaald heb, toch? Ik, mijn accuracy trouwens 15.62, dus gaat weer wat omhoog. Dat is mooi. Ik hoop natuurlijk, jongens, dat jullie even een likeje achterlaten natuurlijk. En dan zeg ik natuurlijk, zoals altijd, tot de volgende keer. Bye bye.